In deze film aandacht voor presets in Lightroom. En wat zijn presets? Nou, die vind je in de ontwikkelmodule en die heten gewoon in het Nederlands trouwens heel netjes voorinstellingen. Die vind je hier aan de linkerkant en je hebt daarin een aantal pull-downs en daar kun je dus gewoon dingen mee doen. Ik selecteer een foto en je ziet dat de voorinstellingen actief worden. Als ik er bijvoorbeeld eens eentje aanklik, dan zie je eigenlijk, dan heb je denk ik al wel een vermoeden wat er gaat gebeuren. Als ik bijvoorbeeld klik op gebleekt. Nou, je ziet er worden meteen een hele hoop dingen op de foto gedaan. Die je hier aan de rechterkant bij de instelling ook gewoon terugvindt. Zo gaat de verzadiging omlaag, de belichting omhoog. En, en eventueel in de andere dingen gebeurt ook nog wat. En je hebt dus gewoon een aantal presets, een aantal voorinstellingen. Waarin dingen veranderd worden. En iedere keer zie je dat er aan de rechterkant dingen veranderen. Nou, dit is op zich heel grappig, heel leuk. En je zou hier ook gewoon, ja... Mee aan de slag kunnen voor hetgene wat, uh, wat je wil. Je, je kunt ze ook eventueel downloaden op internet. Maar het hele leuke is, je kunt ze ook zelf maken. En laten we dat gewoon eens gaan doen. Ik klik even op opnieuw instellen om terug te gaan naar de instellingen van de foto. En ik ga gewoon eens aan de slag met een aantal dingen waarvan ik denk: van hé, hey, dit mag er eigenlijk wel gewoon aan de foto gebeuren. Ik moet er wel bij zeggen: normaal gesproken doe ik dit soort uh, werkzaamheden gewoon in Photoshop. Dus in Lightroom ben ik dit niet zo heel gewend. Maakt op zich even niet uit, het gaat een klein beetje om het voorbeeld. En laat ik het voorlopig even gewoon hierbij houden. Dit is dus mijn before, en dit is wat ik gewoon in Lightroom even in een paar tellen heb gedaan. Nu wil ik dit alleen als preset opslaan en dat is op zich heel makkelijk. Hier bij voorinstellingen heb je een klein plusje en als je daarop klikt, dan kun je een nieuwe aanmaken. En laat ik deze preset gewoon even Studio Foto noemen. Ik moet echt aanleren om voorinstelling te zeggen in plaats van preset. Maar ik hoop dat je een klein beetje begrijpt wat de bedoeling is. En vervolgens heb je daarin dus alle dingen die ik in deze voorinstelling op kan slaan. Ik heb wat dingen veranderd in de belichting, maar bijvoorbeeld ook in de hooglichten en in de schaduwpartijen. Maar ik heb later ook bijvoorbeeld een vignet toegevoegd. Je kunt alles inschakelen of je kunt een selectie maken. Maar in mijn geval zou ik zeggen gebruik gewoon alles inschakelen. En je klikt op maken. Nou, je ziet bij de gebruikersvoorinstellingen zie je erbij komen Studio Foto. En ik heb een hele mooie tyfout gemaakt. Je kunt er gewoon met rechts op klikken en gewoon hernoemen. En je hebt dan Studio Foto staan. Nu hebben we het eerder al wel eens gehad over synchroniseren. Klik hierboven om dat filmpje te bekijken. Maar voor presets uh, geldt eigenlijk gewoon dat die blijven staan. En dat er dus geen origineel meer nodig is. Zou ik nu bijvoorbeeld deze foto selecteren en klik ik op Studio foto. Dan heeft hij meteen in één keer al die bewerkingen. Ga ik terug naar de bibliotheek. En verwijder ik deze foto's bijvoorbeeld. En ik ga naar importeren en ik ga op zoek naar een aantal nieuwe foto's. Natuurlijk had ik dat al gedaan. Dan zou ik nou weer met deze foto's aan de slag moeten. En synchroniseren dat werkt niet. Omdat ik dus niet meer die oorspronkelijke foto heb. Maar ik heb nog wel mijn voorinstelling, Studiofoto. En als ik erop klik, dan zie je alle instellingen worden gewoon toegepast. Nu is dit een Studiofoto waarbij het licht redelijk overheen kwam. Maar zit het licht totaal anders, dan kan dit effect wel eens heel anders uitpakken. Maar gelukkig, je hebt aan de rechterkant dus al je instellingen. En je kunt ze ook gewoon weer aanpassen. En eventueel kun je daar ook weer een nieuwe preset van maken. En zo eenvoudig is het dus als je een eigen stijl hebt ontwikkeld qua bewerkingen, om die gewoon op te slaan in een voorinstelling en dat je hem er standaard altijd overheen kunt gooien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei-doei.